Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer eventjes lekker kijken naar Resistance. Met mijn ACR schiet ik hier een Moab. En ik kan je dit zeggen, dat sommige mensen fucking dom zijn. Echt niet normaal dom. En dat ga je zo meteen in de gameplay zien. En op het moment als het aan bod komt, ga ik er wat meer over vertellen. In ieder geval, ik wilde eventjes klein momentje nemen om het volgende te zeggen. En daarna ga ik over naar de rest van mijn video. Dus daar gaat echt mijn video helemaal niet over. Maar ik wil er wel heel even aandacht aan geven. En dat is op dit moment weer een hele hoop actie aan de hand, zeg maar, in de Nederlandse COD's community. Oftewel, op Twitter is er weer van alles losgebarsten. En op YouTube verschijnen weer video's en weet ik het allemaal. Kijk vanavond naar het kanaal van de King77NL voor de duel van Jurassic en de King. Had hij gezegd op Twitter. Dan weet je alle informatie in ieder geval die zij kwijt moeten. Maar wat wil ik er nou over zeggen is dat sommige mensen die denken altijd maar dat ze het recht hebben om met bepaalde dingen mee te bemoeien zonder dat zij ook maar van een kleine vlieg afweten. Nou, heel simpel, doe het niet. Heb je nergens wat mee te maken, ook al heb je een haat tegen iemand, ga niet als YouTuber een film of een video maken op het moment als jij nergens wat van af weet of niet in de spotlight staat in die zin. Ga niet zelf proberen in de spotlight te staan daarmee. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Doe het niet, want er komen nu alweer video's aan. En nu ben ik bij deze gozer hier op Resistance. En hier kill ik hem één keer, hierboven, die hierboven zat. En hier kill ik hem een tweede keer. Bam, daar is hij. En toen dacht ik van, hij gaat terug. En toen ging ik dood door een granaat. En eigenlijk nam ik dezelfde weg. En telkens weer zie ik deze jongen daar bovenop staan. Dan denk je, oké, nou blijkbaar is dat een hele goede spot. En kijk, daar is hij weer. En ik had het hier nog niet door dat hij daar een tactical had liggen. Dus ik zit hier heel rustig door te gamen en hop, daar is hij weer. En elke keer op dezelfde plek. Nou, ten eerste als je daarboven gaat staan, dan ga je niet elke keer op dezelfde plek staan. En hier had ik het door op een gegeven moment en toen dacht ik, weet je wat, ik gooi mijn portable raider neer en ik blijf hem gewoon killen. En eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Het is een Moab, deze gameplay. Niet alle kills zijn tegen hem. Maar ik zat hier te gamen en ik denk, ja weet je, fuck it. Jij maakt het mij makkelijk, niet ik. Jij bent gewoon zo fucking dom. En ik vond deze gameplay wel toepasselijk. Beetje met het eerste stukje van waar ik het over wilde hebben, zeg maar. Eigenlijk is dit, ik heb heel lang zitten denken, zal ik deze gameplay gebruiken? Want dit kan gewoon eigenlijk niet. Eigenlijk, heel eerlijk gezegd, dit kan gewoon niet. Deze Moab telt zeg maar niet echt mee, als ik heel eerlijk ben. Want kijk eens hier, up en weer een tactical. En ik denk, nou ja, je maakt het me zo makkelijk. Waarom ben je zo dom? Om telkens weer die fucking tactical insertion te gebruiken. Nou, nu ben ik zelf zo dom dat ik op een gegeven moment zo gefocust was op die gozer dat ik zelf een paar keer dood ging. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik wilde het vandaag ook over een aantal andere dingen hebben. Namelijk het volgende. Ik was van de week eventjes lekker aan het pauzeren. Ik heb werk en tijdens mijn werk heb ik pauze. Dat is best logisch. Iedereen heeft pauzes. En dan zit ik altijd in de auto. En dan pak ik mijn telefoon erbij. En dan ga ik gewoon even een beetje van alles kijken. Weet je, op Twitter. En ik ga een beetje op YouTube even kijken. En nou, ik geen video's, want dat kan voorlopig nog niet. Pas als ik mijn 6 giga data bundel heb, dan kan dat wel. En ik was al aan het kijken. En op een gegeven moment kwam ik via kwam ik een linkje tegen. En toen stond er op een gegeven moment 2015... de beste moviejaar aller tijden. Waarschijnlijk. Dan denk je, oké, 2015. Dat is nog ruim een jaar verder. Een jaar en 3 maanden ongeveer. En dan denk je, waarom kijk je zo ver? Nou ja, films worden altijd al heel ver van tevoren bepaald. Want ze moeten gefilmd worden en allemaal blablabla. En op een gegeven moment toen dacht ik van 2015 komen dus hele goede video's of hele goede films aan. Nou, nu zat ik te kijken naar die namen en dus kwam onder andere een nieuwe Avengers kwam erin voor. Nou, en ik ben een beetje weg van al die superheldenfilm. Ik vind dat helemaal geweldig. Maar wat ik nog geweldiger vind, ja, daar komt ie. Dat is Star Wars Episode 7. Voor de mensen die mij wat nauwer kennen en eigenlijk dus
verder niemand op YouTube, om heel eerlijk te zeggen. Want dit heb ik volgens mij nog nooit echt eerder verteld. Maar mijn absolute favoriet aller tijden videoserie ooit losgebracht naar deze wereld is Star Wars. Star Wars is zo geniaal. En heel veel mensen zullen nee zeggen. Maar het is een feit dat dit de best franchise ooit is. Met Star Trek ernaast, zeg maar. Misschien dat Star Trek net iets beter is. Dat zou kunnen, maar volgens mij niet. Volgens mij was Star Wars. Maar het is in ieder geval een feit dat die heel, heel erg hoog aangeschreven staat. En Star Wars is voor mij de ultieme serie, de ultieme films die je kan kijken. Nou, nu is het niet zo dat ik elke dag Star Wars zit te kijken. Dat is absoluut niet zo. Maar ik ben zeker wel een beetje geobsedeerd erdoor. Toen ik 13 was... 13, ja, dat is in 2003, heb ik voor het eerst een eerste film van Star Wars gekeken. Dat was in het Frans, op een camping. Er was toen zo'n filmavond en wij met Franse mensen daar zo, Franse vriendjes en vriendinnetjes, gingen we daar zo kijken. En dat was in het Frans, dus wij zaten echt zo, fuck. Dus in mijn zo goed mogelijkste Engels gingen wij toen eventjes vragen of er een ondertiteling onder mocht. En dat mocht, dat had iemand geregeld voor ons, dat was super nice. En sindsdien hou ik van Star Wars. Dat was toen episode 1, The Phantom Menace. Superleuk, als klein kind vond ik het helemaal geweldig. En daarna, kort daarna, al deze films gekeken. En ik denk wel 100 keer. Ik denk dat ik super vaak heb gezien. En nu zo ongeveer elk jaar gebeurt het zo dat er 1 à 2 keer... dat ik dan echt weer gewoon helemaal in de band ben van Star Wars. Er hoeft maar 1 dingetje te gebeuren. Ik hoef maar een figuurtje te zien of iets dergelijks. En ik heb gewoon weer helemaal zin om die hele serie te bekijken. En dat doe ik dan ook elk jaar. Elk jaar pak ik gewoon een dag of 2 dagen. En dan kijk ik gewoon die hele fucking serie achter elkaar. Zo'n geniale serie is het. Ja, mensen... ja. Laat eens even achter wat jij van Star Wars vindt. En mocht jij dit niet zo heel... hele goede serie vinden, niet zo'n hele goede film, dan moet jij eventjes in de reacties achterlaten welke dat wel is. Maar ja, oké, superhelden komen dus in 2015. Star Wars komt in 2015. Met superhelden ook Batman en Superman. Een film met z'n tweeën, super nice. Maar er kwamen nog meer films aan, zoals... The Hunger Games, het laatste film, want er komen 4 delen van in totaal. En op dit moment is er 1 uit, dit jaar komt een 2e uit. Ik heb er super veel zin in, ik vind het super leuke films. Maar ik hou daarvan, ik geniet er altijd van als er gewoon goede films zijn. En dat zie je de laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen, dat er gewoon hele gave films uitkomen. Sommige oude rotten zullen zeggen, ja, maar dat zijn niet de beste films, zeg maar. Of hele goede films. Daar kan ik mee inkomen, want vroeger waren hele goede films. Maar ik moet wel zeggen dat er hele mooie, creatieve en vooral special effect films. En ik ben toch wel van die generatie dat ik hou daar gewoon van. Ik hou gewoon van een Superman, weet je wel. Die laatste Superman was echt prachtig gewoon. Een Wolverine vind ik echt superleuk. Allemaal van dat soort dingen. In ieder geval, laat eventjes achter in de reacties ook waar zit jij nou op te wachten? Als jij bijvoorbeeld een film kent of hebt die jij geniaal vindt, laat even weten of jij op een vervolg zou zitten wachten van jouw favoriete film. Laat eventjes weten. In ieder geval, films is dus absoluut nice met Star Wars, mijn topfavoriet. Maar ook tv-series. Gewoon, ik heb laatst een duel gedaan met mijn broertje. En daar hadden we eventjes kort over tv-series. En tv-series kijk ik ook al na een aantal jaren, zeker wel. Eigenlijk sinds het moment dat ik een beetje door had hoe het internet begon te werken met downloaden en weet ik het allemaal. Voor shizzle. En er zitten gewoon hele, hele geniale series tussen. Ik ben nu op dit moment met Breaking Bad bezig. Eigenlijk moet ik heel eerlijk zijn, ik ben met 15 series tegelijkertijd bezig. Maar Breaking Bad op dit moment aan het afkijken. Ik moet nog 4-5 afleveringen en dan heb ik het laatste seizoen af en is die voorbij. Ik moet nog weer inspringen bij How I Met My Wife zeggen. Dat komt door mijn eigen serie daarvan. Maar ook gewoon True Blood, Prison Break heb ik vroeger dan... Ik vind dat trouwens... Mensen vinden Prison Break echt geniaal. Terwijl ik alleen het eerste seizoen geniaal vind. De rest vind ik allemaal... is wel leuk. Maar alleen het eerste seizoen is geniaal van Prison Break. Net zoals bij Lost. Lost is het eerste 2 seizoenen zijn superleuk en daarna wordt het flut. Of nou ja, flut is misschien ook weer overdreven, maar... Hè?
Maar in ieder geval, ik ben daar altijd wel een beetje weg van geweest. En ik zat erover na te denken en ik denk, ik wil er gewoon eventjes lekker een commentary over maken. Gewoon eventjes lekker eventjes over praten. En eigenlijk was ik benieuwd naar wat jullie er allemaal van vonden. Wat kijken jullie, wat vinden jullie leuk en wat willen jullie graag zien? Ook in de toekomst, laat het even weten. Vergeet niet te liken op deze video. En laat even een commentje achter en ik zie jullie de volgende keer. Later.